bescheiden winst afgelopen seizoen van 400.000 euro. Juist, dan even over voetbal blijven spreken. Want gisteravond was natuurlijk is er weer gebekerd. Vanavond ook. Maar Ajax voetbal gisteravond was al een beetje opvallende wedstrijd natuurlijk. Want het was tegen Urk op Urk. Ja. En dat was wel geweldig, want heel Urk was uitgelopen. Die hadden daar al natuurlijk weken naar uitgekeken, naar die mooi, wedstrijd. Hè? Want Ajax komt. Ja. En Frank de Boer die vertelde al van tevoren, ja, het is wel grappig. Je zit hier de week ervoor zaten we nog in Nou Camp. Weet je wel, bij Barcelona daar in... In Camp Urk. En je Camp Urk. En waar mensen bijna in je kleedkamer komen, zei hij. Dus ja, het was ook Urk? Hè? Dat waren gewoon. Nou ja, nee, maar zo dicht staat het allemaal ook op het veld. En het grappige was dat in Urk is men blijkbaar nogal Ajax-minded. En ik hoorde speler van Urk zeggen, ja, in Urk is bijna iedereen voor Ajax. Oh ja? Dus als wij straks scoren, weet ik niet eens of ze wel voor ons gaan juichen. Dat is helemaal lullig. Ja, nee, maar dat ging wel. Urk deed het echt onwijs goed. De eerste, ja. Zeker tot het eerste doelpunt van Ajax eigenlijk. En ze hadden eigenlijk gewoon nog een paar keer op voorsprong kunnen komen ook nog. En misschien ook wel moeten komen. Ja. Dus het werd uiteindelijk 4-0 voor Ajax gisteren. Dus vanavond wordt er verder gebekerd. Dus 9 minuten voor 8, de ochtendshow voor... Attentie! Telefoon voor Edwin Evers. Oh, even snel nog even een lijntje. Hallo? Hallo? Ja, oh, hallo, Johan. Ed? Ja, goedemorgen. Ja, leuk dat je... Ja, logisch, we hadden het net even over Ajax. Leuk dat je even belt. Die hebben gisteravond natuurlijk gevoetbald. Ja, precies. Ja. Dat hoorde ik. Ja, precies. Dat is natuurlijk een prachtige overwinning geworden van 0-4. Ja, zeker. En vooral omdat het dus de uitwedstrijd betreft. Ja, nou Frank, die wilde ze oprollen met dubbele cijfers. Maar dat is niet helemaal gelukt natuurlijk. Ja, ik heb zoveel willen. Ja. Maar dit zijn in principe niet de tegenstanders waar je de bolste score bij de Urker zetten. Nou, zo'n Urkerploeg is natuurlijk wel een klasse minder, Johan. Dan moet je klasse minder. Ja, het is een klasse minder. Dan moet je kijk, in dit soort landen wordt voetbal natuurlijk echt beleefd. Hè? Vooral bij die Turken natuurlijk. En daar is het publiek gewoon je grootste tegenstander. Nee, wacht dus even. Wilde ik Frank gisteren al voor waarschuwen. Nee, wacht even, Johan. Dit is ik heb toen nog zeggen, we gaan met grote cijfers winnen. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel realistisch blijven. Ja, maar dat lijkt me logisch. Waar heb jij het over? Turken publiekje, waar heb jij het over? Ja, welke Turkse club was het eigenlijk? Tegen wie we speelden. Urk, Johan. Urk uit Flevoland. Ik zeg geen Turk, ik zeg Urk. Urk? Ja, Urk. Wacht even. Urk, dat is Urk. Toch... Je hebt toch gekeken gisteravond naar die... Ja, Urk. Dat leg je helemaal niet in Turkije. Dat leg je in Flevoland. Ja, dat zeg ik net. Nou, je had het over Turken tegen Ajax. Nee, hoe kom je nou dat ook bij? Je praat verwarrend, het is niet fijn om naar te luisteren, hoor. Begrijp je dat? Te luisteren. Verwarrend, jij luistert ook. Ik zei Urk, dat zei ik zeker. Urk. Ja, nu zeg je het goed, ja. Urk. Johan, Urk, ik zei toch de hele tijd al Urk. Bij deze wedstrijd had je natuurlijk met grote cijfers moeten winnen. En in principe had je dus moeten oprollen met dubbele cijfers. Dubbele cijfers, dat zegt Frank ook. Maar goed, ik ga ophangen, Ed, want ik heb nog meer te doen. Ik was er al bang voor. Dus dan spreek ik je. Ja. Oké, Basel, hè? Zo jammer dit weer. Ik praat heel onduidelijk, hoor, de laatste tijd. Goed, het is 7 minuten voor 8. Hartelijk welkom. Het is niet wat je nu wil horen, want het doet zo'n pijn aan die oren. En je baalt als een stekker. Elke dag weer die...